Zandvoort. Start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Goede start van Floris Z. Dat kan Floris Z. Maar aan de buitenzijde gaat Jos Verbeek nog een stukje harder met Divine Gro. Divine Gro, Floris Z. Aan de binnenkant. Galopaarden van hier. Uitgeschakeld nummer 12. Galopaarden ook van de 9. Uitgeschakeld nummer 9. 9 galop. Ja, uitgeschakeld nummer 8. 8 galop. Ja, het gaat lekker zo. Drie paarden zijn we inmiddels kwijt in die beginfase. En ook Elvira ligt op achterstand. Die heeft een korte galopaarden gehad. Er springt nu nog een keer. Uitgeschakeld nummer 2 galop. Eiptel op dreef. Eiptel heeft meer gesproken dan ik in de eerste 500 meter. Dat is vrij ongebruikelijk. Maar we zijn heel wat paarden kwijtgeraakt. Floris Zet leidt. Tweede plaats Divine Gro. Aan de buitenkant Good Looking Lady gaat naar de derde plaats. Flair Lady Deer vliegt vierde. Vijfde plaats Freya van Jip. En de zesde plaats voor Douce Soirée. Zevende ligt Gigant Wel. Die ligt er best wel mooi in eigenlijk. Gaat nu ook naar het tweede spoor. Maar dat doet Douce Soirée ook. Die gaat nu weer terug naar binnen. En dus gaat Gigant Wel in zijn eentje door aan de buitenkant. Zo gaan de paarden de bocht door. Koploper dus die het tempo even naar zijn hand heeft gezet. Floris Zet heeft het tempo ietsje uit de koers gehaald. Divine Gro ligt op plaats 2. Daarachter op de derde plaats Good Looking Lady. Vierde aan de buitenkant is nu al Gigant Wel. Daarachteraan gaat in het tweede spoor mee Douce Soirée. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune. En Rote Gatter gaat er eens even lekker voor liggen. Hij zei voor de koers, laatste werkje was niet zo heel goed. 4-5 ben ik tevreden. Als hij dit ziet, dan zal hij toch denken, misschien kom ik wel iets verder vandaag. Laatste ronde gaan we in. Tweede plaats is voor Divine Gro. Buitenkant komt Gigant Wel steeds dichterbij. Good Looking Lady ligt vierde. Vijfde plaats erachter Douce Soirée. Dan aan de buitenkant ook meetrekkend Grady Stardust. Aan de binnenkant Flair Lady DF. En laatste van het peloton is Freya van Jip. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. Twee lengte voorsprong nu voor Floris Zet. Die komt als eerste de rechte lijn overzijde in. Divine Gro valt helemaal stil. Daar zit Good Looking Lady achter. Daar zit ook Flair Lady DF achter. Twee ladies die mee worden teruggenomen naar de start van het veld. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde door. En aan de buitenzijde komt steeds dichterbij Gigant Wel. Gigant Wel, Jaap van Rijn gaat er eens even lekker voor liggen. Achter hem aan gaat wel Douce Soirée mee. Floris Zet heeft hij al bijna op de knieën. En daarachter volgt op de vierde plaats Grady Stardust. Ze gaan de paarden de laatste bocht in. Gigant Wel neemt nu de leiding over. Gigant Wel, de nieuwe leider. En die pakt gelijk anderhalve lengte voorsprong. En dat doet hij precies halverwege de Tjarda-bocht. Uitgeschakeld 5-5 galop en onregelmatig. Paarden gaan de laatste bocht door. Douce Soirée gaat naar de tweede plaats. Aan de buitenkant komt nu ook Grady Stardust op toeren. En zo zijn de deelnemers in de laatste rechte lijn. Leiding is daar nog altijd in handen van Gigant Wel. Gigant Wel, Douce Soirée aan de buitenkant, Grady Stardust. Die moet nog even afrekenen met Floris Zet. Daar is hij nu mee bezig. Gaat voor de plaatsen. Want Gigant Wel is onklopbaar in deze koers. Uitgeschakeld 7 galop. Gigant Wel wint. Tweede plaats is voor Douce Soirée. Derde wordt toch Floris Zet aan de relingzijde. Aan de buitenkant is Grady Stardust al vierde.